Hoi, Sinterklaas is nog niet het land uit, maar mijn hoofd zit al helemaal vol met de kerst. Want ik vind het superleuk om heel het huis te gaan versieren. Een van de leukste dingen vind ik glitterkaarsen, want die kun je overal neerzetten en heel erg makkelijk te maken. Met behulp van dubbelzijdig tape, natuurlijk heel veel mooie glitters en kaarsen. Nou, ik ga het voordoen met ook een crèmekleurige kaars en daar ga ik goud op doen. Daarvoor pak ik mijn dubbelzijdige tape, die plak ik erop. En het maakt niet uit waar je hem plakt, wat jij mooi vindt. Ik ga nu 3 strepen maken. Dus ik plak hem, de eerste plak ik onderaan. En die knip ik nu. En nu wordt het even gepeuter om een beschermlaagje eraf te halen. Maar dat gaat best makkelijk. Nou, ik heb vervolgens wat goud op een bordje gestrooid. En hiermee ga ik dat goud op het plakband smeren. Je kan er ook voor zeggen, nou, ik rol hem er helemaal in. Maar ik vind het zelf niet zo fijn, omdat ik dan heel veel glitters verlies. En dat vind ik gewoon zonde. Dus ik smeer ze er zo allemaal op. Zo, nu heb ik alle 3 de strepen gedaan en ik heb geprobeerd zo min mogelijk glitters ertussen te krijgen. Maar als je goed ziet, ik weet niet of je het kan zien, dan zitten ze er toch nog best wel tussen. Nou, ik klop ze er nu een beetje af, zodat ik nog wat glitters bewaar. Maar je krijgt ze er nooit helemaal van afgeklopt, want ze blijven ook een beetje kleven. Dus wat ik hiervoor ga doen, heb ik een ander trucje. En je houdt hem onder de kraan en je gaat er gewoon voorzichtig langs om zo de glitters weg te halen. Je mag met het water gewoon over de strepen gaan. Want het vervaagt niet, het gaat niet weg, het blijft gewoon echt plakken. Alleen wat ertussen zit, gaat weg. Nou, en zoals je ziet, hij ziet er nu prachtig uit. Ik vind het ontzettend leuk en vrolijk. Ja, echt een beetje sfeer maken, echt die kerstsfeer. Nou, zoals je ziet, deze heb ik ook al gemaakt. En hiermee ga ik nu ook nog aan de slag. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond om dit te zien. En laat me weten in de comments of je er ook mee aan de slag gaat. Doeg!